Onder de stralende zon rijpen de sappigste grapefruits, pompelmoentjes. Daarvan gaan er heel veel in zo'n literpak pompelmoentje. En dat proeft u. Pompelmoentje, puur en ongezoet grapefruitsap. Het beste onder de zon. De compleet nieuwe Ford Escort. Vooraanstaande Europese autojournalisten kozen hem tot auto van het jaar 1981. Verbazingwekkend zuinig. Betrouwbaar. Goed voor jarenlang rijplezier. De compleet nieuwe Ford Escort. Meer waard op de weg. Is uit. Neem een KitKat. Mag ik u nou eens vragen? U drinkt uw koffie toch ook om de smaak en de gezelligheid en toch niet om de koffieïne? Nou, waarom neemt u dan geen koffie Hach? Hach, dat is nog eens echt lekkere koffie. Koffie Hach, koffieïnevrij door een unieke en natuurlijke methode. Eindelijk is er nu een smeerkaas. Met smaak, met karakter. Van boerenkaas. Belegen boerenkaas. 100% belegen boerenkaas. De echte boerensmeerkaas van de Nederlandse Kaasunie. Vakantie, dat is languit, onderuit, lui liggen lezen. Dobber in een bootje, lekker pootje baden. Vakantie, dat is een vlinder op een bloem. Een baby zalig bruin. Maar vakantie is vooral niets te hoeven, niets te moeten. En dat vakantie was je, 's nachts in de week, met Biotex Groen. Verder hoef je niets te doen. Vakantie? Pak Biotex mee. Dit zijn Boudewijn en Helene. Hij is gek op klasseauto's. En zij is helemaal weg van chique kleding. Beiden houden van een goed leventje, zoals een goed glas liqueur bij de open haard en sfeervolle muziek. Op zo'n moment kies je voor Anthony Ventura. Anthony Ventura, muziek voor mensen met smaak. Toen ze me vroeg of ik iets lekkers wilde klaarmaken met kwark, toen dacht ik, kwark? Nou, nee. Ja, wist ik veel dat ze het over Franse kwark van Mona hadden. Dat is lekkere kwark. Dat is een heel andere kwark dan die we kennen. Veel smeuiger, veel zachter van smaak. Ik eet het nu heel vaak bij de lunch. Met rozijnen en appeltjes. Ik maak ook wel eens een kwarktaart. Heerlijk en weinig calorieën. Franse magere kwark van Mona. Zacht van smaak en smeuier. Kriebel in de keel? Hier. Neemt u een Fix Blue? Oh, het is blauw. Mm-hmm. Dat is sterk. Extra sterk. En nog fris ook. Extra fris. En wat kan ik voor u doen? Mij de kas geven, alstublieft. Fix Blue. De extra sterke, extra frisse keelpastille. Maar toch niet de Fix Blue? Hoe zeker wel. Hoe kun je dat nou weten? Uit de Telegraaf natuurlijk. Koop hem zelf. De Telegraaf. Dan weet je er het fijne van. De Ado-vee brengt licht en zon in huis.
Ado-vitrage is betoverend. Ado, de vitrage met de gouden draad. Als ik nou eens laat zien, zeg ik tegen meneer Heijn, dat we meer dan 25 soorten jam hebben. Zegt hij, ja, dat is prima, maar dan moet je er wel bij vertellen dat de dagelijkse boodschappen maar op het eind goedkoop zijn en dat ook blijven. Komt voor elkaar, zeg ik. Veel mensen in ons land worden ziek van lawaai. Onnodig ziek. Er is al zoveel onvermijdelijk lawaai. Laten wij toch rekening houden met elkaar. Zacht zijn voor elkaar. Ik zei, laten wij zacht zijn voor elkaar. Vraag de brochure, postbus 51, Den Haag.